Werken op digitale wijze in PDF bestaan dan. Je hebt hier het document Algemene Kenmerken van het Ancien Regime dat je kan terugvinden op SmartScore. Wel nu, we gaan eens kijken hoe dat we daar gegevens aan het document kunnen toevoegen, gegevens kunnen arceren en aantekeningen maken. Het is gewoon een tekstdocument. We gaan annotaties toevoegen, zoals dat noemt. Je klikt op annotaties en onderaan vind je dan een menubalk met allerlei keuzemogelijkheden. Als ik iets met een pijl wens aan te duiden, klik ik op pijl. En je kan zo een pijl aan een document toevoegen. Wat zeer handig voor ons is, is het werken met markeringen. Je klikt op het icoontje markeringen en daarnaast kan je de kleur kiezen. Ik kies voor het meest evidente geel en dan kan je beginnen. Het Ancien Regime, oftewel het oude systeem, wordt bedoeld de sociale, politieke, culturele, economische organisatie aan de vooravond van de Franse Revolutie. De datum gaan we in een andere kleur aanduiden. Ik kies voor paars, 1789 bijvoorbeeld. Goed, ik deactiveer het en ik kan de tekst verder beginnen lezen. Wat zeer handig is, is om aantekeningen toe te voegen. Als ik bijvoorbeeld hier, we lezen verder, staatsinrichting bijvoorbeeld, ik vind dat nogal een moeilijk begrip, ik wil dat opzoeken. Ik klik op het icoontje met het uitroepteken, dat betekent notitie. En dan kan ik bijvoorbeeld hier mijn cursor plaatsen. Staatsinrichting is het bestuurlijke systeem van een overheid. Punt. Ik deactiveer het. Goed, en zo kan ik een tekstdocument gaan voorzien van commentaren. Ik scroll verder via de navigatiekolom naar een volgende pagina. Zeer handig is ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om cirkels, rechthoeken aan te brengen. Bijvoorbeeld, als ik hier iets, begrip demografische verschijnselen. Ik kan ook de kleur wederom gaan veranderen. Ik kan nog eens een, of ik kan tekst gaan onderstrepen in het rood bijvoorbeeld. Of in het zwart, rood valt beter op. De landbouwers gingen zich meer toeleggen op de veeteelt en het geheel is onderstreept. Ik deactiveer. Goed, zo hebben we dus gezien hoe dat je een PDF-bestand op digitale wijze kan voorzien van commentaar, arceringen, markeringen en allerlei andere aanduidingen. Je kan zelfs de mogelijkheid gebruiken om een document te annotaties te veranderen. Maar bon, dat is al een beetje uitgebreider. Nu komt het erop aan om dit PDF-bestand uiteraard te bewaren. We gaan naar archief en nu kan je document aanklikken, bewaar, bewaar als. We gaan het een naam geven, algemene basiskenmerken, kopie. Ik noem het werkversie. 1. En dan gaan we het plaatsen op onze computer. We kunnen kiezen in welke map dat we het gaan plaatsen. Ik opteer voor de optie bureaublad. De structuur kies ik voor PDF. Ik kan het ook omzetten naar andere bestandsformaten, maar ik kies voor PDF. Bewaar. Goed, en mijn document is bewaard en ik ga kijken naar het bureaublad en ik kan sluiten. En dan zou het ons document op het bureaublad moeten staan en hier zien we inderdaad ons document staan. Werkversie 1 met de aangebrachte annotaties. Dit is zeer gemakkelijk, want zo kan je een tekst doorspelen aan je medeleerling, aan je collega of aan andere bekenden, voorzien van jouw gemaakte aanduidingen. Dit was de eerste sessie van werken op digitale wijze met PDF-bestanden.